obstakel. En laat daar eventjes, je ziet niet vaak, maar een paard overheen hollen. Ja, hoe het voor elkaar krijgt, weet ik ook niet. Maar zo'n paard, die voert dus dan uit een cirkelbeweging. Daar gaan we het over hebben, cirkelbewegingen. En we kijken niet naar een paard, maar naar een maan die om de aarde heen draait. En zo'n beweging van een maan, dat gaat met een constante snelheid. Hoe wordt een constante snelheid genoemd, zo'n beweging? Hebben we ooit een keer gehad? Namelijk eenparig. Een eenparige beweging. En dus, als hij een cirkeltje uitvoert, noemen we het een eenparige cirkelbeweging. Ja, en we zullen het vooral over die eenparige cirkelbeweging hebben, dus niet dat de snelheid in grootte verandert. Oké, nog een keer dezelfde situatie, maar een beetje schematisch. De tijd die de maan erover doet om één rondje te doen, dat wordt de omlooptijd genoemd. Niet alleen van de maan natuurlijk, maar van iedere cirkelbeweging. De hoofdletter T is symbool en zoals altijd is de eenheid van een tijd secondes. Voor maan doen we natuurlijk meestal niet in secondes, maar in dagen. En als je dit opzoekt in Binas, dan is de omlooptijd van een maan zoveel dagen. Hoeveel meter legt hij in één rondje af? Nou, dan moet je eerst weten hoe groot de straal is van de cirkel die jij aflegt. Ook dat is in Binas op te zoeken. Zoveel kilometer is hij. En dus is de afstand die je aflegt precies één omtrek. Oftewel 2 keer pi keer r. En dan krijg je dus zoveel kilometer. En nu kun je, als je de tijd weet en de afstand, nu kun je de snelheid berekenen. Want afstand en tijd weet je. Dus snelheid is afstand gedeeld door tijd. Nu moet je de afstand wel in meters doen. Dus eventjes keer 1000. En de tijd in secondes. Oftewel die dagen keer 24 uur. En keer 3600 secondes. Dan krijg je zoveel secondes. Invullen en je krijgt een snelheid van ruim 1 kilometer per seconde. Die snelheid van de maan, ja, dat wordt de omloopsnelheid of de baansnelheid genoemd. Ja, dat is de snelheid langs de cirkelbaan. En die kun je berekenen met dus afstand gedeeld door tijd. En die afstand was 2 pi r en de tijd is hoofdletter t. Dus de baansnelheid bereken je met 2 pi r gedeeld door hoofdletter t. Let op dat het dus niet een bijzondere formule is, maar het is in feite gewoon afstand gedeeld door tijd. Nou, we kijken nog eens een keer naar die baan. Maar nu eventjes stilstand en we kijken even puur naar de snelheid. Wat is de snelheid? Hoe teken je de snelheid van iets in een cirkelbaan? Dat is gericht langs de baan. Het is in feite een raaklijn. Nee, dit is de baansnelheid getekend van de cirkelende voorwerp, in dit geval de maan. Als de maan ergens anders is, bijvoorbeeld daar, dan heeft hij dus deze snelheid. En je ziet, ik heb er even een klein pijltje boven gezet, want de snelheid heeft dus een grootte, maar ook een richting. En je ziet dus dat de richting verandert. Iedere keer is de richting langs de baan, dus iedere keer de raaklijn, die richting, heeft de snelheid van de maan. De maan dus om de aarde. En waarom blijft zo'n maan in zijn cirkelbeweging om de aarde? Nou, we gaan eventjes deze situatie weer op een andere manier bekijken. Even weer schematisch. En de maan die gaat dus bij de aarde langs en de aarde die trekt aan de maan en het dwingt dus om de maan in die cirkelbeweging te houden. En er is dus een kracht die op de maan werkt en die kracht is altijd gericht naar het midden van de aarde, oftewel hij is gericht naar het midden van de cirkelbeweging. En we noemen deze kracht dan de middelpuntzoekende kracht. Middelpuntzoekende kracht. Bij een cirkelbeweging kun je altijd berekenen met behulp van deze formule. Middelpuntzoekende kracht is m, de massa van het voorwerp wat cirkelt, maal v², de baansnelheid van het cirkelvoorwerp, en dat moet in meters per seconde, gedeeld door r, en dat is de straal van de cirkel welke
het voorwerp doorloopt. En dan krijg je dus de middelpuntzoekende kracht in newtons. Dus voor de cirkelbeweging is er een kracht nodig. Je kunt naar de snelheid kijken en de vraag is van, is de snelheid wel constant? Nou, hij is wel zeker zijn grote constant, het is een eenparige cirkelbeweging, maar hij is niet constant in de richting. En de kracht is nodig om hem in richting te veranderen. En dus kun je ook zeggen van, er is dus een verandering van snelheid en verandering van snelheid wordt genoemd versnelling. Dus ondanks dat de grootte van de snelheid gelijk blijft, is hier wel een versnelling, want er verandert de richting van de snelheid. Ja, en dat is met de tweede wet van Newton weer te berekenen. A is F gedeeld door M. Nou, F, je ziet eronder wel staan wat die is. M, V-kwadraat gedeeld door R. En dan zie je dus dat als je het invult, dat je de massa weggestreept. Oftewel, de versnelling bij een eenparig cirkelbeweging is gelijk aan V-kwadraat gedeeld door R. Dat is de middelpuntzoekende versnelling. Waarbij dus de grootte van de snelheid constant is, maar de richting verandert wel. Bij een cirkelbeweging heb je altijd de middelpuntzoekende kracht nodig. Maar die middelpuntzoekende kracht is niet zomaar een kracht. Nee, het is al een bestaande kracht. En die krijgt het etiketje middelpuntzoekende kracht erop. Nu even een paar voorbeeldjes. Ik noem de cirkelbeweging. En jij noemt welke bestaande kracht het etiketje krijgt. Oké, 1. Een satelliet die om de aarde heen cirkelt. Welke kracht zorgt daarvoor? Dat is de gravitatiekracht. 2. Een auto die een bocht maakt. Welke kracht zorgt ervoor dat hij niet uit de bocht vliegt? De wrijvingskracht. De wrijving tussen het autowiel en het asfalt. 3. Het elektron wat om de atoomkern heen cirkelt. Wat is dat precies? Elektrische kracht, hè? Negatief elektron, positief proton en die trekken elkaar aan. Ten slotte nog 1, massa aan een koord. Ja, dus kracht in het koord, oftewel een spankracht. We kijken nog eventjes naar de eerste, de satelliet die om de aarde heen cirkelt. Kijk, hier zijn aardig wat satellieten en je hebt heel veel verschillende satellieten, sommigen draaien over de polen heen en sommigen draaien gewoon over de evenaar heen. En we kijken nu eventjes naar die ene satelliet die zo mooi om de aarde heen cirkelt. We noemen dit type satelliet een geostationaire satelliet. Waarom geostationair? Nou, het lijkt alsof hij stil blijft staan boven één en hetzelfde punt van de aarde. Maar hij blijft natuurlijk niet stilstaan, want de aarde draait om zijn as. Dus zal de satelliet met de aarde mee moeten draaien. Dus hij doet wel degelijk een cirkelbeweging. Een cirkelbeweging met een omlooptijd van dezelfde als die van de aarde, 24 uur. Dat zit dus weer prachtig in elkaar. Zo, kijk. Allemaal cirkels en je moet er wel even uitkomen, maar ik hoop dat je naar deze presentatie eruit bent gekomen. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.